NDP-parlementariër Rabinder Permisser heeft vandaag in de Nationale Assemblée dringende aandacht gevraagd voor een tekort aan drinkwater. Hij zegt dat diverse resorten in Paramaribo en Vanica heel weinig tot geen water uit de kraan krijgen. Hij wees op de verwachting dat de droge tijd harder zal toeslaan. De gevolgen daarvan kunnen op verschillende gebieden waargenomen worden. Permisser verwacht dat de regering met een dringende oplossing komt voor dit probleem, gezien de verwachte droogte. De mensen moeten heel duur betalen. Particulieren komen langs met trucks en dat kunnen we niet hebben. We vragen wat het probleem is, voorzitter. Het is niet de eerste keer dat we een droge tijd hebben. We weten de klimatologische veranderingen dat dit hard zal toeslaan. We vragen vandaag nog welke oplossingsmodellen de regering heeft. We kunnen bijvoorbeeld wat trucks inzetten, tijdelijk, maar er moeten structurele oplossingen komen. Laten we niet vooruitlopen. In ieder geval verkondig ik, en ik denk namens iedereen hier, de alarmerende situatie wat betreft drinkwater voor vele delen van Paramaribo en Wanica. Ik heb het niet over andere gebieden, maar dat de regering daar snel moet inkomen, voorzitter. Permisser meent dat mensen in de gebieden met een lage waterdruk de situatie niet langer zullen kunnen inhouden. Hij stelt voor dat er bijvoorbeeld trucks met water naar de resorten gaan om de mensen te voorzien van drinkwater. De overheid zal de mensen tegemoet moeten komen. Collega-parlementariër Mohinder Kumar Yogi trok zijn zorg door naar de agrarische sector, die ook zal lijden onder de verwachte droogte. Het probleem is voornamelijk in het gebied Wageningen, waar ruim 7000 hectare is ingezaaid. Er is verstilting in de Nikeri-rivier, zeker voorbij de brug van Heenaar nu, waardoor je geen water kan inlaten vanuit het Nikeri-rivier en dat kan pompen naar de arealen. De enige oplossing is de pompgemaal van Wageningen. En we zitten al 3 jaar als regering en de pompgemaal van Wageningen functioneert nog steeds niet. En we kunnen allerlei argumenten bedenken waarom het niet functioneert, maar die pomp moet functioneren, de boeren hebben water nodig. Ik doe een beroep op u, voorzitter, via u op de regering, om alles in het werk te stellen dat dit seizoen nu nog er voorzieningen worden getroffen, voorzitter, dat de boeren water kunnen krijgen om hun arealen te bevloeien. Yogi vreest dat alles verloren zal gaan als er geen water is. De DNA-leden spraken hun zorg vandaag uit tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée.